Het Surinaams Pedagogisch Instituut, SPI, heeft vandaag haar 40-jarig bestaan herdacht. De viering van het jubileum is bijzonder begonnen met een bezoek van president Chandrika Prasad Santokhi, onderwijsminister Marie Levens en districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Ricardo Bolla. Volgens Hortans Promis, directeur van het SPI, moet het instituut gezien worden als rolmodel voor de studenten die later leerkracht worden. De directeur benadrukt dat gezien de investering in het onderwijs ten behoeve van onderwijsgevenden en studenten, het niet moeilijk mag zijn om de opleiding te brengen naar het niveau van deze tijd. Het is ons tot zover gelukt. Het is dus op naar de volgende 40 jaren. Vanuit deze plaats spreek ik dan ook namens mijn directieteam, de leraren van het SPI, de hartelijke felicitaties en de waardering uit naar elk een die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan dit edele werk binnen en buiten de muren van dit complex. Mogen de Allerhoogste God u rijkelijk zegenen. Gefeliciteerd. Minister Levens feliciteerde de school met het bereiken van haar jubileum. Levens zegt zelf ook een product te zijn van het SPI. Hier ben ik begonnen. Ik ben bewust hier gekomen omdat ik onderwijzer wilde worden. Net als mijn vader, zegt de onderwijsminister. President Santokhi feliciteerde de school ook met haar jaardag en gaf aan dat het een enorme uitdaging was voor de regering om het nieuw schooljaar te starten. Het is deze school die mij heeft gemaakt wat ik vandaag ben. Hier heb ik niet alleen de normen en waarden geleerd, ik heb leren rekenen. Ik heb leren schrijven. Ik heb geleerd hoe ik taal moest overbrengen. Het was een fantastische school, maar ik heb ook muziek hier op deze school geleerd. De lessen muziek die ik hier, de eerste tonen, de eerste toonladders, het eerste muziekinstrument heb ik hier op deze school leren spelen. Ik heb in het koor gezeten. Het waren gewoon fantastische jaren. En ik moet u zeggen dat ik dat onderwijspad eigenlijk nooit heb losgelaten. Met een uitstapje als minister van Buitenlandse Zaken. Maar voor de rest, en ook daar heb ik als minister van Buitenlandse Zaken veel gehad aan het feit dat ik deze school heb mogen bezoeken. Want je weet hoe je met mensen omgaat. Je weet hoe je moet praten tot mensen. Je weet hoe je je moet gedragen. Het heeft me geholpen in de diplomatie. President Chandrika Prasad Santokhi en daarvoor minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij spraken vanmorgen tijdens hun bezoek aan het SPI. De kweekschool herdenkt vandaag haar 40-jarig bestaan.